De zorgsector staat vandaag voor een nieuwe uitdaging. Ouderenzorg 2.0. Bewoners van woon- en zorgcentra zoeken expertise en kwaliteit. Woonkwaliteit, maar ook levenskwaliteit. Ze zoeken een evenwicht tussen comfort, huiselijkheid en betaalbaarheid. Maar verwachten eveneens betrokkenheid en privacy. Woonzorgbewoners willen in de mate van het mogelijke een onbezorgde oude dag. Wij geloven dat onze medewerkers en vrijwilligers vandaag en morgen het verschil kunnen maken. Passie, medeleven, bekommernis en professionaliteit zijn de kern van onze organisatie. Maar bovenal zetten wij ons hart in. Dignity in Care. Menslievende zorg. Zorg voor personen met dementie, atelierwerking en centrale verpleging. Een goed uitgewerkte ondersteuningspraktijk zijn slechts een greep uit onze korf van degelijke woon-, leef- en zorgpraktijken. Dienstverlening van de 21ste eeuw op alle niveaus. Moderne keukens, optimale schoonmaak en logistiek door een centrale begeleiding. Het verder uitwerken van WZC Assist door één centrale technische dienst en de creatie van een zogenoemde portaalfunctie, zodat bewoners zich aan één centraal loket kunnen aanmelden. Vandaag starten we de woonzorggroep Arendonk. Tot 2021 zal deze woonzorggroep werken in twee gebouwen, maar naar buiten komen als één woonzorgcentrum. Wanneer twee organisaties samenkomen, ontstaat één nieuwe organisatiestructuur. Die bestaat uit één directeur, twee woonzorgmanagers en de verantwoordelijke van het Centrum voor Gedeelde Diensten. Mark en Kim, de woonzorgmanagers, organiseren samen met hun coördinatoren het woon- en zorgdepartement. Het Centrum voor Gedeelde Diensten in Turnhout met Inge als vertegenwoordiger staat in voor boekhouding, personeelsbeheer en ICT. Erik, de directeur, organiseert samen met de verantwoordelijke van Portaal, Technisch Dienst, Zorgondersteuning, Keuken en Kwaliteit de ondersteunende diensten. Binnen de gemeente zal Guido het ouderbeleid 2.0 vormgeven en vanuit die rol een belangrijke partner worden voor de woonzorggroep. Vanaf september starten we als een nieuwe organisatie die optimaal tegemoet komt aan de wensen en noden van haar huidige en toekomstige bewoners, medewerkers en vrijwilligers. In 2019 wordt op de Vrijheid een bouwproject gestart voor 52 personen met dementie. In 2021 wordt dit gebouw al in gebruik genomen. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen de toekomst van de ouderenzorg mee kunnen sturen. Want samen beschikken we over de expertise om dit daadwerkelijk te doen. En samen kunnen wij sterker beantwoorden aan de uitdagingen die op ons afkomen. Daarom worden woon- en zorgcentra Sint-Isabella en de Hoge Heide samen Woonzorggroep Arendonk. Woonzorggroep Arendonk, de start van een sterk verhaal. Je vindt ons terug op www.wzga.be.